Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Wolkenvelden trekken nog wel over Nederland, maar het zijn lage wolken die we op deze satelliet niet heel goed kunnen zien. We zien op de Noordzee wel wat wolkenvelden en ook opklaringen klaar liggen en die opklaringen trekken geleidelijk het land in. Dat betekent dat van het westen uit de zon vanochtend doorbreekt. In de ochtend loopt de temperatuur op naar 15 tot 17 graden, maar er komt vanmiddag nog wel wat bij. Het wordt uiteindelijk 19 tot 22, lokaal misschien 23 graden. De zon schijnt van tijd tot tijd heel misschien in het noorden nog een enkele bui, maar ik denk dat het ook daar gewoon droog blijft. Vanavond een droge avond met wat wolkenvelden en wat opklaringen en 17 graden op de thermometers. De hele dag een stevige zuidwestenwind langs de kust, vrij krachtig tot krachtig. Ook morgen hebben we een behoorlijk windveld te pakken, met van tijd tot tijd zon in het zuidoosten van het land. In het noordwesten raakt het al snel bewolkt en gaat het regenen. Die regen breidt zich geleidelijk uit: 17 tot 22 graden wordt het. Vrijdag wat wisselvallig weer met een enkele bui maar ook wat zon. Hetzelfde geldt voor de zaterdag en de zondag. De wind neemt langzaam af, er is af en toe wat zon, en de temperaturen stokken bij 17 of 18 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.